De stichting Gebroeders van Limborg heeft een hulpactie gestart na de dramatische gevolgen van een grote brand die afgelopen vrijdag plaatsvond in Oefeld. Zakelijk leider Rosalie Thomassen kreeg al snel door dat het niet goed ging komen met de opgeslagen spullen. Wij werden vrijdagochtend, 22 november, werden wij gebeld dat er brand was uitgebroken in onze loods. Die staat in Oefeld. We hebben daar een paar honderd vierkante meter waar al onze spullen staan opgeslagen. En al snel kregen wij door dat het een hele felle brand was. Dus we schrokken al gelijk en eigenlijk binnen een uur hadden wij wel door van dit gaat niet goed komen. Omdat de spullen dus niet verzekerd zijn, kunnen nu alle kleine beetjes helpen voor de stichting. Wij kwamen er al snel achter dat we hiervoor niet verzekerd zijn. Het is in het begin door het bestuur wel geprobeerd om dit te verzekeren, maar ja, het valt sowieso heel lastig een waarde uit te drukken, de spullen die je zelf hebt gemaakt. We hebben daar vier vrijwilligers werken, die zijn er iedere maand een dag bezig en hebben daar zelf een hele werkplaats in elkaar getimmerd, zodat ze daar prettig kunnen werken, meer spullen kunnen maken. We hebben al hun gereedschap daar staan, dus dat is eigenlijk onze eerste zorg nu met de crowdfunding, om te zorgen dat die vrijwilligers gewoon weer aan de slag kunnen. Ja, in de dagen na de brand belden en mailden heel veel mensen ons al van hoe kunnen wij helpen. Heel veel hartverwarmend is om te merken dat er allerlei andere middeleeuwse festivals zijn die zeggen van nou, je mag al onze spullen de volgende keer gewoon lenen. Maar er waren ook heel veel personen die aangaven, ja, hoe kan ik helpen, kan ik ergens een bedrag storten. En dat gaat goed, ja, de donaties druppelen, ieder uur druppelen weer nieuwe donaties binnen. Vanmorgen heb ik gekeken, zaten we al over de 2000 euro. Nou, het gereedschap vervangen van de jongens gaat richting de 3000 euro, dus dat komt wel goed. Ja, we hopen echt dat het meer oplevert, zodat we gewoon weer onze eigen tenten, kramen, allemaal dat soort spullen weer terug kunnen krijgen. Kinderspelen, heel belangrijk, want die willen we gewoon volgend jaar weer gaan gebruiken met ons evenement.